lezing over autisme en dan precies op tijd beginnen. Ja. Mensen met autisme willen altijd precies alles op tijd. Je dacht misschien, dat is best wel rustgevend, een lezing over autisme, want die zijn nooit zo communicatief. Dus die, er wordt mooi een half uur iemand die zijn bek dicht houdt. Het bizarre is dat het op zich wel makkelijk is, als je communicatie gestoord zou zijn, als er een 1 minuut stilte is, dan houd je misschien de hele tijd je mond. Het is natuurlijk vanzelfsprekend de grootste onzin die er maar is, dat alle mensen met autisme ontzettend contactgestoord zijn. Ik denk wel de allergrootste misvatting die er heerst over autisme, dat we denken dat mensen met autisme niet communicatief zijn. Ze zijn misschien op een hele andere manier communicatief dan jullie dat zijn, of mensen met of zonder autisme. Ik noem het vaak mensen met minder autisme. Maar het is wel het raarste wat het is. Nou, ik wil mezelf even voorstellen. Ik ben Gijs Rovers. Ik heb autisme. Maar ik noem mezelf brugbouwer. En het is een brug met aan één kant hier de mensen met autisme. En aan de andere kant de mensen zonder autisme. Ik heb me erover verbaasd dat die brug er is. Want het lijkt wel een gebombardeerde brug in een oorlog van Tsjetsjenië. Het is een hele bizarre brug die wankel is. En hoe kom ik nou aan het beeld over die brug? Ik heb eens een hele tijd geleden een gedicht gelezen van een jongen die Jim heet. En Jim heeft autisme. En hij schreef: ik bouwde een brug. Het was een goede brug en een sterke brug. Die ik met mijn beide handen gebouwd heb. Die ik met mijn eigen kracht gebouwd had. Het was een brug, hij was sterk. Ik had hem gebouwd met bloed, zweet en tranen. En Jim zei: toen ik overstak aan die brug, stond er niemand op mij te wachten. En dat verbaasde mij. Blijkbaar gaat het erover dat mensen met autisme heel veel investeren in de communicatie, maar niet over die brug komen. En er aan de andere kant helemaal niemand staat te wachten. Het is een bizar beeld soms. Blijkbaar denken we heel erg raar over autisme. Tenminste, dat is wat ik altijd terug hoor. Ik weet niet wat jullie denken. Is er iemand die een woord wil roepen over autisme? Oh, jullie zijn ook contactgestoord. Oh. Nee. Mee prettig. Mocht je nou nog willen delen op Twitter of zo, mensen die hier zitten te twitteren, doe het even @autarkie. Dan kunnen we het nog even doortwitteren. Maar wat ik hoor vaak is, of mensen met autisme zijn heel erg raar, heel erg bizar, heel erg vreemd. Of mensen met autisme, het is zo herkenbaar. Toen ik mijn diagnose autisme kreeg en een beetje vertelde over waar ik dan mee zat, ik zeg: ja, soms is het allemaal te veel in mijn hoofd. En dan zit iedereen te knikken en zegt: ja, dat herken ik wel. Dat autisme is blijkbaar heel erg herkenbaar voor mensen. Want we hebben allemaal wel eens een keer, en dat zeggen we misschien ook wel stiekem tegen elkaar, dat zullen we hier misschien niet zeggen, maar doe niet zo autistisch. Goh, je lijkt wel een autist. Dat is wel de dingen die we zeggen tegen elkaar. Maar bij mij is het zo, ik kan het niet uitzetten. Het is niet zo dat ik van het een op het andere moment even uit kan zetten. Blijkbaar is er ook een ander vooroordeel. Nog een raar vooroordeel. Mensen met autisme, die zijn dom. Dus zeiden mijn vrienden, ik vertelde hen: ja, ik heb autisme. En zei ze: ja, dat kan niet. Ik zeg: hoezo kan dat niet? Ja, jij bent slim. Mensen met autisme zijn dom. Blijkbaar nog zo'n vooroordeel. We hebben heel lang gedacht, het is een klein stukje wetenschap eigenlijk. Party on. Maar de wetenschap die denkt heel erg vanuit een defect. Er is iets kapot in mijn hoofd. Ik ben vergelijkbaar met een auto. Er is iets kapot in mijn hoofd. En kan niet gefixt worden. Denken vanuit defect. Terwijl ik heel erg denk van: ja, het is misschien anders. Maar is anders altijd verkeerd? Ik denk niet in goed of fout. We hebben heel lang de beeldvorming gehad van Rayman. Wie van jullie kent de film Rayman?
Oké, er zijn wel een aantal mensen die de film Rain Man kennen. Nou, het is heel bizar. Er wordt mij regelmatig gevraagd van... ja, Gijs, kun je dan ook tellen hoeveel lucifers er in een doosje zitten? Nou, ik zeg meestal nee, ja... Maar ja, dat kunnen alle autisten toch? Alle autisten kunnen toch precies tellen hoeveel er in het luciferdoosje zitten? Een prijsvraag, hè, voor degene die dit weet. Ik wil straks een hand zien voor degene die weet hoeveel lucifers hier liggen. En je moet het eigenlijk meteen al weten. Hè. Ik ben eigenlijk nog nooit iemand tegengekomen. Ik ben wel heel slimme mensen tegengekomen die gewoon op de verpakking kijken. Wat hebben we nou nog meer in Nederland aan bekende mensen met autisme? Ik heb me erover verbaasd. En waarschijnlijk hebben jullie hem ook wel op YouTube gezien. Onze Kees. Kees is Nederlands nieuwste, bekendste persoon met autisme. En we kennen Kees misschien wel allemaal wel scheldend. Vieze tering proleten. Bommen op Mofrika. Zoals Kees dan roept, scheldend al in de auto. Is dat autisme? Nee, ik denk dat het gewoon een man is die aan het schelden is. Laten we daar eerlijk over zijn. Maar we krijgen nu in de media, krijgen we langzaam een beeld dat Kees het autisme is in Nederland. Kees loopt wel tegen problemen aan die autisme gerelateerd zijn. Maar Kees is het autisme niet. Autisme is zo verschillend en divers. Dan hebben we nog een bekende. We hebben Matthijs. Een heel triest verhaal eigenlijk. Matthijs heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Nou krijgen we de vragen, en ik heb ze serieus gehad. Gaan alle mensen met autisme zelfmoord plegen? Nee. Blijkbaar snappen mensen het niet. Mensen zoeken naar een stereotyp model. Dat zou dus zijn dat alle mensen op de Zwarte Cross dronken zouden zijn. Dat is nog zo'n raar vooroordeel. Wat het blijkt daar wel te kloppen, ja. Ja, ik moet altijd even vooroordelen testen. Nog zo'n voordeel wat je eigenlijk uit die dingen verkeert, die documentaire van Kees zou kunnen halen, is... Oké, autisme ligt dus aan de opvoeding. Hebben we heel lang gedacht. Dat is ook hele oude wetenschap. In Frankrijk denken ze er nog steeds. Het is best wel bizar. Maar autisme is iets wat in je wat vanaf de geboorte aanwezig is. Ik noem het al een andere manier van informatieverwerking. Informatie wordt op een andere manier verwerkt, sneller of vertraagd. En dat gebeurt op een andere manier dus. En anders, nogmaals, wil niet zeggen dat iets goed of fout is. Het zou nu kunnen lijken dat we, doordat we door de bril kijken die we nu hebben gezien. We hebben Kees gezien, we hebben Matthijs gezien. En we denken, oh, autisme is alleen maar problemen. Maar er lopen ook heel veel mensen met autisme vrij rond, zoals ik altijd maar zeg. Die hebben gewoon banen en die dragen bij aan de maatschappij. Je hebt ook mensen die vrijwilligerswerk doen en die hebben misschien geen baan, maar die dragen ook bij aan onze maatschappij. Het zijn niet alleen maar mensen die opgesloten zitten in instellingen. En hoewel dat wel vaak gedacht wordt. Het is zelfs zo dat 50 tot 60% van de mensen met autisme is normaal tot hoogbegaafd. Terwijl wij daar vaak denken, mensen met autisme, altijd een verstandelijke beperking. En wat gebeurt er nou de laatste tijd in de media? Het is nog verbazingwekkender. En daar kan ik me heel ontzettend boos over maken, zelfs zo boos. Mensen met autisme, ze zijn agressief. Ze hebben moordneigingen. Er is zelfs een psychiater... Meneer Ernst Ameling, een gerenommeerde psychiater van het Forensisch Instituut, die heeft gezegd, mensen met Asperger, dus een vorm van autisme, dat zijn de psychopaten onder de autisten. Nou, daar klopt helemaal niks van, want nergens in de literatuur en alle onderzoeken die er zijn geweest, en geloof me, er zijn per jaar zijn duizenden onderzoeken over autisme, en dat ieder jaar lang, dat doen we nu al 40 of 50 jaar, wordt er eigenlijk gezegd, er is geen link tussen autisme en geweld. Het is wel bizar dat er gedacht wordt dat wij personen met autisme overal maar klaarstaan met een wapen om iedereen neer te schieten. Terwijl er één gek in Amerika is die een keer op een school mensen neerschiet wat toevallig te maken, die toevallig autisme heeft. Het is heel erg bizar dat dat beeld rondkomt. De media kleurt het beeld heel erg over autisme. En dan hebben we nog de belangenverenigingen, noemen we dat dan.
Daar kan ik me ook altijd over verbazen. Je hebt een slogan van een bekende belangenvereniging uit Nederland, Proud to be out. Ik denk zoiets als, ik ben trots dat ik autisme heb. Nou, ik vind het al moeilijk genoeg om Gijs te zijn. Laat staan dat ik proud to be out ben. Toen ik vroeger nog heel veel hash rookte, had ik wel zoiets, als je dan heel erg stoned achterover lag, dan ben je ook oud. Dan kan ik me nog voorstellen, proud to be out. Misschien is dat iets hier voor de festivalgedachte, zeg maar, dat je dat meeneemt. Ik kan me verbazen over slogans als een leven lang anders. Terwijl ik vanaf mijn geboorte mezelf wil zijn. Terwijl ik heel veel mensen met autisme ken die gewoon zichzelf willen zijn. En dan word je neergezet als een leven lang anders. Klinkt een beetje als een levenslange gevangenisstraf. Dat blijft me verbazen. Dat is ook een van de redenen waarom ik mee gaan doen ben aan de Spots van de Sieren campagne. En daarin vertelde ik hoe ik bij een dokter kwam. En ik vroeg aan die dokter, wilde mij het onderzoek rustig en stap voor stap uitleggen. Want ik hou van duidelijkheid en ik heb autisme. En toen ging die dokter ineens heel raar praten. Hij keek me met grote ogen aan en zei, dus jij hebt autisme. Waarop ik dacht, ja, jij hebt een probleem. Het is echt raar als er mensen met autisme gezien worden in de maatschappij, denken mensen dat ze langzaam moeten gaan praten. En duidelijk articuleren. Dat hoeft helemaal niet. Ik versta je taal gewoon. Ik heb alleen soms moeite met die rare woordspelingen in jullie taal. Daar zal ik straks nog wel iets over vertellen. Dat is voor mij de reden om mee te gedaan hebben aan die Spots van de Sieren. Ik hoop wel erg dat er uiteindelijk een maatschappij komt waar autisme ook geaccepteerd wordt. En waar we allemaal kunnen zijn op onze eigen manier. Want we hebben misschien karaktertrekken. Maar zo kan ik hier ook mensen met gele poncho's uitzoeken. Of mensen met zwarte poncho's op een festival die groep gaan stigmatiseren. Ja, het zijn net mensen. Ik vind het altijd een prachtig beeld. Ik weet niet wie van jullie er al goed rondgelopen heeft hier over het trein. Als je deze prachtige tipi uitkomt, dan zie je daar een rij paraplu's hangen. Weet je, ik zie een aantal mensen knikken. Mensen die het nog niet gezien hebben, gaan er straks even naar op zoek. Er is binnen wat er over autisme geschreven wordt, zet ze daar vaak een plaatje bij van één paraplu. Die heeft dan verschillende kleurtjes. En daar zouden dan alle mensen met autisme onder passen. Ja, ik vind dat een beetje, ik denk dat je daar heel erg krap staat en nauwelijks kunt bewegen wat je dan uiteindelijk moet doen. En eigenlijk zijn het allemaal verschillende parapluutjes. Het zijn allemaal verschillende mensen, individuen met eigen wensen en dromen. Het is heel erg divers. En zoals ik al zei, ze lopen vrij rond. Wat is dat dan, dat autisme? Ik wil het liefst altijd omschrijven als kwetsbaarheid. Het is een groep mensen die kwetsbaarder is in onze maatschappij. En als we dan met elkaar praten en elkaar aankijken, dan zeggen we misschien, en denk je misschien, ja, we zijn allemaal kwetsbaar. Ja, waar zit die kwetsbaarheid dan in? Want het is heel erg moeilijk concreet te maken. Maar ik kan je wel iets vertellen uit mijn eigen leven. Ik heb nachten lang doorgebracht met denken over de meeste ingenieuze plannen die eigenlijk nooit iets werden. Ik heb nachten lang doorgebracht bouwend aan websites die nooit afkwamen. Ik heb nachten lang zitten bloederen op stukken code, het doorkrijgen van videomontageprogramma's, het uitzoeken van wereldmysteries. Er is allemaal nooit echt daadwerkelijk iets van gekomen. Maar mijn gedachten gaan door in de nacht. Mijn gedachten blijven door draven en het stopt nooit. Dat zijn van de redenen waarom ik elke avond medicijnen neem. Om in te slapen. Om mijn gedachten even te stoppen. Want ik weet, slapen, als je niet goed slaapt, dan word je helemaal krankjoren. Ik weet niet of de mensen wel eens een periode lang niet geslapen hebben. Maar dan word je helemaal gek. Slapen is echt de basis. Wat hoor ik bij heel veel mensen met autisme terug? Ja, want die slapen, die gedachten stoppen niet.
de focus op een bepaald iets. En hij heeft er telkens maar aan denken. Het is wat anders met wat we vaak zeggen, mensen met autisme kunnen maar aan één ding denken. Dat vind ik altijd zo typisch mannen. Kunnen maar aan één ding denken. Seks. Nee, zeg ik dan altijd, seks en bier. Maar goed, dat is een autistische opvatting, denk ik. Ik wil jullie wel iets delen over mijn leven eigenlijk. Wat dat dan is als je het heel klein maakt naar een persoon toe. Ik ben onlangs vader geworden van een prachtige zoon die Tim heet. Hij is nu 6 maanden. En hij begint nu allerlei geluiden uit te kramen. En te krabben in je gezicht en zo. En te knijpen in je wang. Dat zijn echt fantastische dingen. Ik had nooit gedacht dat ik dat zo leuk zou vinden. Toen hij geboren werd, ik was natuurlijk hartstikke gelukkig. Maar ik kwam erachter dat na de eerste paar uur ik thuis onrustig werd. Ik rondjes ging lopen door mijn huiskamer. En ik weer naar de aanrecht liep en kopjes goed in een rij zette met de oortjes strak in een rij. Dat ik de lepeltjes allemaal recht legde en de la met bestek open deed en alles recht ging leggen. Ik kwam erachter dat de kraamverzorgster die de spullen op een heel andere manier terugzette dan ik ze altijd in de kast zette, dat ik daar ontzettend boos over tegen werd. Ik kwam erachter dat ik rondjes liep en uiteindelijk wiegend in een hoekje stond. En dat is wat er gebeurt. Dit is heel kwetsbaar, heel klein. Dan ben ik iemand. Iemand die een bedrijf heeft, 60 uur in de week werkt, andere mensen met autisme helpt, die in allerlei initiatieven betrokken is, die een groot netwerk van vrienden en collega's en mensen waar hij mee samenwerkt om zich heen heeft. Maar daar was ik zo kwetsbaar, zo klein. En nu ben we uitgekomen, maar die verandering, en noemen ze een bindehulpverlening, een beetje irritant woord, transitiemoment, eigenlijk omgaan met verandering, je kunt minder goed tegen die verandering. En dan wordt weer heel vaak geïnterpreteerd, bij mensen met autisme kan nooit iets anders gaan. Daarbij willen we altijd zo'n lijstje van 7 hebben, of een lijstje van 2, waarin iets altijd zo is. En blijkt, mensen met autisme kunnen soms heel goed met veranderingen, maar als je maar duidelijk uitlegt. Soms heb je ondertiteling nodig, als het ware. Ik vergelijk het altijd met, als je geen Duits kunt en je gaat naar een Duitse film kijken, en je hebt geen ondertiteling, snap je er geen hol van. Kun je misschien een ja knikken of zo en zeg je, interessante film. Ja, ze hebben elkaar vermoord, want dat zie je, omdat ze nou met elkaar schieten. Of ze vinden elkaar aardig, want ze gaan elkaar zoenen. Maar verder is waar de film over gaat, no one knows. Dat is een beetje het onduidelijke wat er dan gebeurt. Wacht, het is kwart voor 1 geweest. Ja, structuur, hè. Het is echt voor alle mensen met autisme, die moeten altijd structuur hebben. Dus ja. Ze hebben er jarenlang tegen mij gezegd, al die hulpverleners. Dus om het uur een biertje drinken, hè. Je moet je houden aan die structuur. Dat is echt belangrijk. Oh. Nee, maar dat is natuurlijk gekheid, hè. Natuurlijk gekheid dat ze zeggen altijd de structuur. Kijk, mensen met autisme hebben vaak een voorliefde voor structuur. Ik hoor dat vaak terug. Maar weet je wat grappig is? We hebben allemaal een eigen plaatje van structuur. Als ik hier zo ga vragen, wat is bij jou in huis structuur? Nou, dan heeft iedereen daar een ander idee bij. Dus mensen met autisme, ja, het zijn net mensen, zeg ik dan weer. Die hebben ook hun eigen structuur. En doordat de wereld soms wat onveiliger lijkt, wat onvoorspelbaar is, onduidelijk, kunnen mensen soms teruggaan naar hun eigen veiligheid. Wat ik net vertelde met die kopjes. Die kopjes recht gaan zetten in hun huis, oké. Dat is een soort van veiligheid. Het is misschien voor jullie, voor mensen die ertussen zitten, niet te begrijpen, maar die hebben hun eigen veiligheid, hun eigen manier van structuur.
Vroeger was ik wel wat meer met die structuur bezig en moesten dingen wel vaker zo gaan als ik ze in mijn hoofd had. En dat is een beetje lastig als je dus heel veel denkt. Heb je dus ook heel veel in je hoofd, dus ook heel veel structuur. Dus een beetje zelfregulerend systeem. Dat heb ik uitbedacht, als je nou altijd een plan B hebt, en dat schijnt tegenwoordig heel erg hip te zijn, want ik las dat de minister van Buitenlandse Zaken had een plan B, Louis van Gaal die had een plan B. Dus iedereen, het is goed als je een plan B hebt. Het is ook grappig, ik heb daar een boek over geschreven, het boek heet Plan B. Het is een praktische handleiding voor autisme en communicatie. En, maar plan B gaat er eigenlijk ook over dat je altijd een noodplan voor jezelf hebt. En dat is best wel relaxed en dat werkt voor iedereen denk ik in je leven. Heeft niet zoveel met het autisme van doen. Maar je ziet wel vaker dat mensen met autisme daar aan vastzitten. Wat roep je nog meer? Dat hoor ik heel vaak over mensen met autisme. Ja, ze zijn verwend. En hij wil dat gewoon niet doen, hij is lui. Laatst kwam er een mevrouw bij een lezing naar me toe. En die mevrouw vroeg aan mij, was ergens in Twente, ik kom uit Brabant oorspronkelijk, dus ik kan niet zo goed Twents, maar ik ga het toch proberen. Die mevrouw zei tegen mij, ja meneer, mag ik u nou eens wat vragen? Hè? Ze schijnen allemaal heel lui te zijn. Kunt u daar eens uitleggen? Ik zeg, ja mevrouw. En dan moet je netjes proberen te blijven. En dan zeg je van, ja nou ja, ik... Ik zat wel uitgeprobeerd te leggen, maar vaak is dat geen onwil, maar het is onmacht. Dus iemand kan het echt innerlijk niet omdat er iets blokkeert. Dat is wel een goede gedachte om mee te nemen hoor. Want wij denken vaak, ja iemand met autisme die wil dat niet. Het is onwil. Nee, het is onmacht. Wat er ook vaak gezegd wordt over mensen met autisme is dat ze egoïstisch zijn. Het is ook weer een verhaal wat ontstaan is doordat er is een theorie, dat heet de TOM-theorie. Ik zet er altijd een S voor, dus de stom-theorie. Want, die hebben we zo geïnterpreteerd dat mensen met autisme geen contact willen leggen en met andere mensen willen praten en al dat soort dingen. Eigenlijk is het zo, ik heb daar heel lang over nagedacht, eigenlijk is het mensen met autisme, die redeneren de wereld vaker met zichzelf als middelpunt. Waar mensen met minder autisme of zonder autisme, zullen we dan maar zeggen, de wereld beredeneren met ik en de ander als middelpunt van de wereld. Dan krijg je andere benaderingswijzen. Het heeft niks te maken met egoïstisch zijn. Het heeft wel te maken met kijken naar de wereld. Het heeft vanuit je eigen cirkeltje het beste bedenken voor de ander, maar dat niet mededelen aan de ander. Als je met de anderen samen het middelpunt van de wereld bent, dan deel je het wel mee. Aan de anderen. En weet je, er zijn ook nog, zoals mijn vrouw wel eens tegen mij zegt, niet alles is autisme, soms ben je ook nog gewoon een klootzak. Vind ik wel altijd heel erg, haalt de lading er een beetje af, want anders wordt het allemaal zo zwaar. En dat moeten we ook weer niet hebben. Oh, wacht. Ik moet u heel even... Ik hang hier heel even de rode draad neer. Dat is heel vaak wat we zeggen in taal. Hè? Zeggen we, dan zit ik in de vergadering en hebben ze het over de rode draad. Ja, ik blijf maar een plaatje zien dat daar dan midden in die vergadering zo'n rode draad hangt. Ook heel vaak van mensen met autisme terug, die zien daar een plaatje bij.